Hi, het is Timmy en ik wil je de volgende situatie voorleggen. Stel, ik zou nu voorstellen om een totaal wildvreemd persoon in jouw huis te laten wonen. Stel, ik zou dat nu doen. Je mag deze persoon niet uitkiezen. Je hebt eigenlijk totaal geen mening over, maar je moet wel doen wat die persoon tegen je zegt. Verder niks. Je krijgt er verder helemaal niks voor terug ofzo. De persoon betaalt geen huur, niks. Hij komt gewoon bij je in huis wonen en je moet doen wat die persoon zegt. Hoe fijn lijkt je dat op een schaal van 1 tot 10? Nou, ik hoop dat je snapt dat het niet zo fijn is. En weet je wat ik dan zo gek vind? Dat ik in mijn inbox met enige regelmaat e-mails krijg van een vrouw die zegt: ik heb een man ontmoet en het gaat hartstikke goed met die man en tussen ons klikt het geweldig. Alleen, het probleem is, mijn stiefdochter vindt mij niet zo aardig. Of mijn stiefzoon vindt mij niet zo aardig. En dat klikt niet zo goed met mijn stiefkind. En hierdoor krijgt onze relatie allerlei problemen. En wat moet ik nu? Maar als je nou eens goed nadenkt, in hoeverre is die situatie anders dan de situatie die ik jou net voorleg? Je stiefkind kan jou niet uitkiezen. En sterker nog, een stiefkind kan zelfs het idee hebben dat zijn of haar vader jou als een soort van vervanging neemt voor zijn moeder. En vindt die persoon dat prettig, denk je? Van de moeder, de persoon met wie hij zijn hele leven lang is geweest, waar hij van houdt. En is er een scheiding geweest, dat is al lastig genoeg en alles. En nu krijgt hij een nieuw iemand in de relatie. En ik wil dus ook zeggen dat als je relatieproblemen hebt door je stiefkind, dat dat eigenlijk per definitie jouw schuld is. En dat klinkt misschien heel erg hard, maar het is jouw taak om ervoor te zorgen dat jouw stiefkind jou leuk vindt. Je kan moeilijk verwachten van jouw stiefkind, zeker als het kind bij wijze van spreken 8 jaar oud is, of erger nog, een puber, waarbij zeg maar alle rationele logica zo ver te zoeken is. Je kan moeilijk verwachten dat dat kind gaat zitten en nadenkt en denkt van: ik wil het beste voor mijn vader, ik wil dat mijn vader gelukkig is, dus ik moet mijn best doen om een goede band op te bouwen met deze persoon. Misschien heb je mazzel en heb je een fantastisch rationeel lief stiefkind waarbij dat helemaal geen problemen oplevert. In dat geval heb je geluk. Maar in de meeste situaties zal dat kind eigenlijk per definitie zal het kind jou niet leuk vinden. Nou, wat zijn dan dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat die relatie met het stiefkind goed is? Want het is belangrijk. Dus misschien is de relatie met het stiefkind wel belangrijker dan de relatie met jouw man. Want jouw man vindt het ook heel belangrijk dat zijn kind jou leuk vindt. En in een discussie zal hij eigenlijk altijd de kant van zijn kind kiezen. Daar zijn vaders nou eenmaal voor. En dat is ook eigenlijk alleen maar goed. En als die vader niet de kant kiest van het kind, dan klopt er eigenlijk al iets niet. Dus zeg maar, dat gezegd hebbende, het probleem is dus niet van: hé, mijn stiefkind vindt mij niet aardig. Nee, het probleem is: jij kan niet overweg met een stiefkind. En als je dat kan doen, want als je, hoe irrationeel of hoe vervelend het stiefkind ook is, als je dat kan doen, dan zijn al je problemen ook in één keer opgelost. Nou, ik heb 3 tips voor je om ervoor te zorgen dat je minder wrijving gaat hebben met je stiefkind. Eerste ding, dit is super belangrijk, is dat als je het huis inkomt, ga niet boven het kind in de pikorde staan. Ga niet zeggen van: hey, ik ben ook een soort van de oude. Ga je niet eens mee verantwoordelijk voelen voor de opvoeding. Van, het enige wat voor jou belangrijk is, is dat de relatie tussen jullie goed gaat. Dus ik kan je zelfs heel goed voorstellen dat je in sommige gevallen zelfs toestemming gaat vragen aan je stiefkind. Bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Je geeft haar vader een zoen in de woonkamer. Noem maar, geef een zoen op de mond. Vraag gewoon aan je stiefkind: sorry, vind je het ook eigenlijk erg en vervelend als ik dit doe? En als het kind vervelend is, zeg dan: oké, sorry, dan doen we het niet meer als jij erbij bent. Kan ik me goed voorstellen. Maar de kans is heel groot dat het kind zegt: nee, vind ik helemaal niet erg. Zelfs als het kindje een klein beetje het vervelend vindt, als het klein kindje gezegd heeft van: oké, nee, ik vind het niet erg, dan is het al een stuk beter omdat je eigenlijk toestemming hebt gevraagd. Je komt
het huis binnen van jouw stiefkind. En als jij in een andermans huis bent, vraag je toestemming om je op een bepaalde manier te gedragen. Dus vraag gewoon, wat wil je? Wat vind je belangrijk? Vind je het erg als ik dit doe? Kan ik dit voor je doen? Vraag gewoon maar. En als, zeker zeg maar, in de eerste 6 maanden zal het kind sowieso zal weerstand hebben. Dat hoort er gewoon bij. Het kind zal je nog steeds misschien niet aardig vinden. Maar als je gewoon maar dat kind even de baas laat zijn en het kind toestemming laat geven, hoe irrationeel of vreemd die eisen ook zijn, alleen dan krijg je de kans dat het kind je op een gegeven moment zal accepteren, omdat het kind niet het gevoel heeft dat zijn territorium of zijn leven overgenomen wordt door een vreemde vrouw. En het tweede belangrijke ding is, trek het je niet persoonlijk aan. De kans is heel groot dat je stiefkind je in eerste instantie niet aardig gaat vinden. Natuurlijk, er zijn uitzonderingssituaties, absoluut. Ook als de scheiding bijvoorbeeld al heel lang achter de rug is, kan het totaal anders zijn. Maar over het algemeen is het heel natuurlijk als je stiefkind enige aversie tegen je heeft. Nou, trek dat dan je niet persoonlijk aan, heeft niks met jou te maken. Het kind zal misschien wel zijn best gaan doen om jou zo hard mogelijk te kwetsen, om bewust de meest gemeen mogelijke dingen tegen jou te zeggen. En dat is niet omdat het een nakind is, dat is niet omdat het kind een hekel aan je heeft. Dat is simpelweg omdat dat kind ook allerlei emoties heeft waar hij mee om moet gaan. En laat dat kind dan maar gewoon gaan en vat het allemaal niet zo persoonlijk op. Ook al is dat lastig, van als het kind iets gemeens zegt, loop even weg uit de ruimte in plaats van uit je slof te schieten. Besef je goed dat dat gewoon een kind is die worstelt met zijn of haar emoties. En dat dat ontzettend weinig heeft te maken heeft met jou of met wie jij bent. En de derde en laatste tip is, wees gewoon de kerstman. Het is niet jouw verantwoording om het kind op te voeden. Daar heb jij helemaal niks mee te maken. En je bent een vreemde in het huis. Dus jij kan lekker al die pedagogisch onverantwoorde dingen doen. Dat jij als haar vader zegt, je mag geen tweede koekje. Stop haar dan stiekem met het tweede koekje onder tafel toe. Dat soort dingen doe ik ook altijd met mijn kleine nichtje. Heeft mijn broertje een rothekel aan. Maar het zorgt er in ieder geval wel voor dat je een soort van de kerstman bent. Die altijd, waar alles bij mag en waar alles altijd leuk bij is. En waar je dingen van krijgt. En als je 16-jarige stiefdochter naar een schoolfeest gaat, stop haar dan even 2 tientjes toe en zeg, niet tegen je papa zeggen. En als een van die kinderen een bepaald ding, een stuk speelgoed of zo, heel graag wil hebben en dat mag ze niet van haar vader, doe dat lekker. Wees lekker de kerstman met wie het altijd leuk is en met wie het gezellig is. En het leuke hieraan is, je hebt nu een kind waarbij jij niet verantwoordelijk bent voor de opvoeding. En daarmee moet je misschien zelfs ook je partner even kort opvoeden. Dat zeggen, ja, hallo, het is jouw kind. Ik mag de leuke dingen doen. Ik mag de kerstman spelen en dan mag jij wel de vervelende dingen doen. Dus ondanks dat je misschien voor het kind een beetje een nare ervaring bent, kinderen en zeker pubers zijn gigantische opportunisten. Kinderen kunnen bij wijze van spreken een hekel aan je hebben. Je tienerdochter kan je een hekel aan je hebben. Maar ze neemt je 2 tientjes voor dat schoolfeest, neemt ze toch wel aan. Zo zijn kinderen, die zijn niet zo principieel. Als het ze goed uitkomt, komt het ze op dat moment even goed uit. En doe dat soort dingen. Daarmee bedoel ik echt niet dat je zeg maar hun liefde moet gaan kopen of zo. Of ze constant moet overladen met een cadeaus in de hoop dat ze je maar aardig vinden. Maar af en toe, speel lekker met de regels. Span lekker met ze samen tegen hun vader. Hoe sneller je op hun goede kant staat, hoe beter. Ja, dit zijn de 3 belangrijkste tips om relatieproblemen door je stiefkinderen te voorkomen. Wil je meer van dit soort tips en zit je in zo'n situatie? Klik dan alsjeblieft even op de link hier onder de video. Er staan namelijk in totaal 7 tips, dus het zijn nog 4 andere. Want het is ontzettend belangrijk dat je dit gedeelte oplost. Zoals ik al zei, het is misschien nog wel belangrijker dat je stiefkinderen je leuk vinden en dat je partner je leuk vindt. Want als het met die stiefkinderen fout zit, komt het nooit goed. Dus klik hier op de link in de omschrijving onder de video. Dan zie ik je de volgende keer. Doei.